eerste jaar was sowieso een leerjaar, wisten we van tevoren. Het zou, dat mijn vallen en opstaan zou beginnen, dat wisten we eigenlijk niet. Dat was niet gepland. Maar toen het vanaf mei begon te lopen, toen ben ik niet echt meer stilgevallen. Tussen even een beetje vermoeid geweest. Maar eigenlijk heel het seizoen voor het steeds beter gaan rijden. Ja, alleen op het einde begon ik toch eigenlijk wel graag een wedstrijd te willen winnen. Maar dat was dan niet, dat was niet gelukt. Ja, ze weten in ieder geval wel dat ik wel. Ik ben al bereid in ieder geval om nog iets te doen. En doordat ik redelijk bergop rij, ook op belangrijke momenten kan ik wel eens iets doen voor iemand anders. En voor de rest, voor mezelf zijn dan ook die sterke punten, net als bergop rij en tijdrijden, toch wel een zekerheid voor de ploeg. Met klassementen en met moeilijke etappekoers of lastige klassiekers, daar ze toch wel op kunnen vertrouwen dat ik er niet zomaar afgereden word op die stukken. Tot de trainingskamp heb ik vooral gewerkt aan mijn explosiviteit en sprintkracht. Dat was echt mijn zwakste punt. Daar heb ik veel op geoefend. En dat gevoel moet je toch even een beetje proberen. Ja, daar had ik gewoon niet echt het gevoel op. Dus een stuk vooruit gegaan, dat merk ik hier ook wel. En daarbij komt ook de gewone kracht die je nodig hebt voor de grote versnellingen en bergop en zo. Die kwam er ook meteen tegelijk bij op. En daar strak tot nooit aan heb gewerkt. Het is geen enkele belemmering onderling of zo dat er iets niet loopt of zo. Er wordt flink kabaal gemaakt soms en trainingen gaan allemaal gemoedelijk. Rudy heeft van tevoren een schema gemaakt wat we iedere dag gaan doen. En dat zijn niet de langste schema's, maar wel intensief naar de komende wedstrijden al toe. Toch wel een stiekem een beetje naar de komende wedstrijden toe werkend en toch een beetje de langere termijn natuurlijk in de gaten houden. Maar onderling ook een soort van wedstrijdjes ten opzichte van elkaar. Gewoon een beetje hard rijden en toch alles een beetje met elkaar, zowel elkaar opjutten als met elkaar de tijd volmaken. Voor wedstrijden heb ik dan in Nederland de Amsterdam Gold Race wel echt hoog in het vaandel staan. Die wil ik wel goed rijden. En later, dat is meer de periode, gewoon heel juni. Dat er wedstrijden zijn die mij liggen, die ik allemaal goed wil rijden. Dus begin juni Ronde van Luxemburg, dan half juni Stijl Electro Tour, einde van de maand het NK. Dan wil ik zeker goed rijden. Zo goed rijden dat ik een koers win, of twee koersen liever, maar koersen dus winnen. Daarmee toch doorstromen naar een Pro Tour ploeg, dat wil ik toch wel eigenlijk meegemaakt hebben. En op het einde van het jaar zou ik 2K graag rijden. Ik heb het afgelopen jaar dan een beetje gezien en aangekeken hoe het allemaal ging en zo. Dat trekt wel, dat wil ik ook wel eens een keer meemaken. Nou, wedstrijden winnen, dat moet sowieso lukken met het team. Dat is vorig jaar ook verschillende mensen gelukt, dus dat moet mij ook kunnen lukken. Pro Tour ploeg bereiken, dat kan je als je wedstrijden wint. En in Pro Tour wedstrijden jezelf laat zien. Ik heb afgelopen jaar van mogen proeven, dus ben niet meer nieuw. En dat moet ook kunnen. En daardoor, als je dan goed rijdt, dan kun je misschien een deelname afdwingen aan een groot kampioenschap.